De Koninklijke Haagse in Chinese handen, dat hadden wij nooit kunnen bedenken. Nee, wij ook niet. Het was een enorme verrassing dat er zo'n belangstelling was voor onze baan, voor ons bezit waar we zo trots op zijn. Waarom dan toch in zee gaan met Chinese investeerders? Als het aanbod dusdanig aantrekkelijk voor onze leden is, dan vinden wij dat we als bestuur dat ook aan onze leden bij de ledenvergadering moeten voorleggen. En dit voorstel krijgt onze steun als bestuur, maar het zijn de leden die het uiteindelijk ja of nee moeten zeggen. This beautiful golf course will soon be yours. Yes, thank you very much. I really like this golf club. For us in China, we don't have this beautiful golf club. And I'm very proud. Only for 200 million euros we can buy it. We hebben gehoord dat het gaat om 200 miljoen euro, deze overname. Klopt dat? Dat kan ik bevestigen, nog ontkennen. Maar het was een dusdanig serieus bod dat wij het ook in het belang van de leden, in ieder geval van belang achten om daar serieus op in te gaan. Wat gaat er veranderen als de Haagse in Chinese handen komt? De vereniging, of liever gezegd de leden, krijgen geld. En ze krijgen een persoonlijk levenslang lidmaatschap. In ruil daarvoor staan we 2 dagen eigenlijk helemaal af aan de investeerder. En wat wel een minpunt is, is dat er voor mensen van buiten, voor dagcontributiespelers, green fee spelers, helaas geen plaats meer is. Dat is heel slecht nieuws. De mooiste baan van Nederland, de nummer 1 baan volgens golf.nl ook van Nederland, waar de gewone golfer dus niet meer terecht kan. Ja, ik weet niet hoe de investeerder met de door hem gekochte tijd zal omgaan, maar dat zal dan via die kant moeten. Of wellicht dat een van de leden dan iemand kan introduceren, maar dat zal allemaal heel beperkt zijn. Do you own other golf courses? Yes, we do. We have in US, we have some golf clubs, and in UK. So in Europe we don't have so much. Holland is the first country we are trying to look for some opportunities to invest. Hebben jullie garanties dat de Chinezen geen gekke dingen gaan doen aan deze prachtige golfbaan? Ze hebben hun woord gegeven dat ze het ontwerp van Colton Edison intact laten. Aan de andere kant hebben wij er als bestuur begrip voor dat de Chinese cultuur ook iets tot uiting kan komen hier. We will maybe make a fountain on the 18th hole, because water is luck for Chinese people, and this is what we really like. Water for golfers is dangerous, eh? They're losing balls. Oh well, yes, I know, but it's also fun. And luck is more important for us. Het is eigenlijk, als je erover nadenkt, weer niet zo gek, want uiteindelijk komen we uit Waalsdorp en dat was een weidegebied met veel water en daarom is de ooievaar ook ons symbool. En de ooievaar is een weidevogel. Dus wat dat betreft, als je dan helemaal doorgaat, zit ik denken, is het misschien wel zo dat als dat water er is, dat die ooievaar hier ook weer gaat nestelen. En dat zou natuurlijk wel de mooiste uitkomst van alles zijn. U denkt de leden wel te kunnen overtuigen om in te stemmen? Het is eigenlijk zoals met alle dingen, zullen er mensen mordicus tegen zijn en er zullen mensen heel enthousiast zijn. En het is onze taak om die middengroep proberen te laten inzien dat dit erg in hun belang is.